Gemeente Heumen staakt de oneerlijke concurrentie tussen sporthallen, maar blijft wel met een miljoenenclaim zitten. De gemeente Heumen past de overeenkomst met sportcentrum Malbe aan. Dat gebeurt na een tik op de vingers van de hoogste bestuursrechter in 2022. De gemeente berekent niet de volledige kosten van de sporthal door aan de exploitant van de sporthal. En dat is ten onrechte, vindt de bestuursrechter. Sportschoolhouders in de omgeving noemen de situatie al jaren oneerlijke concurrentie ten gunste van de sporthal in Malden. In sportcentrum Malden kun je behalve zwemmen namelijk ook sporten, zoals fitness beoefenen. Oneerlijk, zo vindt met name Rob Wijnhoven van het verderop gelegen Lierdal Sportcenter. Volgens Wijnhoven valt er niet te concurreren met de door de gemeente gebouwde sporthal, omdat mensen daar allerlei voordelen krijgen die hij niet kan bieden. Zo zijn er volgens hem gezinsvoordelen, waardoor een vader bijvoorbeeld goedkoop kan fitnessen als zijn dochter daar ook zwemles heeft. En dat is allemaal mogelijk omdat de gemeente Heumen niet de werkelijke kosten in rekening brengt die het sportcentrum maakt. In 2019 oordeelde de autoriteit Consument en Markt al dat Heumen hiermee zorgt voor oneerlijke concurrentie ten opzichte van andere exploitanten van sportcomplexen. De gemeente Heumen acht het zwemmen van belang en vond daardoor dat de marktregels niet gelden voor sportcentrum Malden. Maar de gemeente overtrad daarmee gewoon de wet, oordeelde de hoogste bestuursrechter vorig jaar. Het duurde een jaar voordat Heumen zaken op orde had. Volgens een woordvoerder kost het nou eenmaal tijd om iets goed en zorgvuldig te doen. Rob van Wijnhoven van Lierdal Sportcenter diende intussen al een miljoenenclaim in bij de gemeente wegens gederfde inkomsten als gevolg van de oneerlijke concurrentie. Ruim 3 miljoen euro tot aan begin 2023 en nadien nog eens een half miljoen per jaar. De claims zijn vooralsnog afgewezen door de gemeente, zo zegt Wijnhoven. De gemeente wil geen uitlatingen doen over deze zaak. Heumen past nu de overeenkomst met de exploitant van de sporthal aan. De exploitant moet meer huur gaan betalen. De vergoedingen van de gemeente aan de sportexploitant mag voortaan uitsluitend bestemd worden voor maatschappelijke activiteiten in het sportcentrum. Om dat goed te controleren moet sportcentrum Malden in de boekhouding een scheiding aanbrengen tussen de maatschappelijke en de commerciële activiteiten. De gemeente moet jaarlijks inzage krijgen in de maatschappelijke deel van de boekhouding om te controleren of de gemeentegelden uitsluitend naar maatschappelijke activiteiten gaat. Nick Derks gaat stoppen als wethouder in Wijchen. De Apeldoornse VVD heeft hem voorgedragen als wethouder en hier gaat hij waarschijnlijk deze maand al beginnen. Hiermee eindigt zijn politieke carrière in Wijchen na 13,5 jaar. Afgelopen 5,5 jaar was Derks wethouder in Wijchen en daarvoor was hij raadslid bij de gemeente. Over zijn afscheid zegt Derks: ik kijk terug op een geweldige periode waarin zowel het college als de gemeenteraad vele successen hebben geboekt. Ik zie het als een voorrecht om als gemeenteraadslid en wethouder voor mijn eigen gemeente te hebben gewerkt. Nu is het tijd om het stokje over te dragen. Hoe is het om in een stad te leven die in de frontlinie van de oorlog ligt? Die ervaring kun je deze maand opdoen bij een bijzondere expositie in de Nijmeegse Stevenskerk. Geschiedenis en technologie komen hierin samen voor een augmented reality beleving van unieke oorlogsdagboeken. Het gaat over Nijmegen in de periode vanaf september 1944 tot mei 1945. De zogenaamde frontstadtijd of de granatentijd. Een periode waar Nijmegen beschoten werd met bommen en granaten door de Duitsers. En waar heel veel Nijmegenaren schreven in dagboeken over die angstige momenten die ze toen beleefden. Deze tentoonstelling is bedacht om mensen op een andere manier dingen te vertellen over de Tweede Wereldoorlog. Deze tentoonstelling is gerealiseerd dankzij het project Sleutels van de Stevenskerk. Dat is een project waarbij in het kader van 750 jaar Sint-Stevenskerk allerlei organisaties een aanvraag konden doen om de kerk ter beschikking te krijgen. Nou, dat heeft de Radboud Universiteit, en beter gezegd het onderzoeksinstituut van de letterenfaculteit, RICH, heeft dat project opgepakt en gezegd van nou, wij bestaan 100 jaar en wij willen eigenlijk wel iets met die kerk doen en om ons onderzoek te presenteren. Er zijn momenteel twee tentoonstellingen te zien in de Stevenskerk. Een tentoonstelling over Theo en Albert. Deze was al eerder te zien in het Vrijheidsmuseum. En natuurlijk de tentoonstelling Jongeren in de Vuurlinie. En dat laatste, dat is gebaseerd op onderzoek wat verricht wordt aan de Radboud Universiteit naar dagboeken over de Tweede Wereldoorlog. En dat hebben we geprobeerd op een vernieuwende manier te doen.
Ja, dagboeken zijn op zich een heel plat materiaal, geschreven op papier. Maar wat het uniek hier maakt, is dat we dat tot leven proberen te brengen. Dat proberen we tot leven te brengen met filmbeelden, maar ook door augmented reality toe te passen. Door het verhaal te laten vertellen, door beelden die toegevoegd worden via een app. Tijdens de tentoonstelling krijg je een iPad mee en daarop kan je de tentoonstelling tot leven laten komen. De app die krijg je dit met het beginscherm Jongeren in de Vuurlinie. Die is ontwikkeld door Cinechefs van Danny Vermeulen. En ja, dan klik je dan dit aan en dan ga je naar de tour. En dan krijg je hier eerst een oefening hoe je dat moet doen. En dan moet je een bepaalde locatie vinden. En dan zie ik allemaal blauwe stipjes in beeld. En dan zegt hij in één keer klik. Maandag 18 september 1944. En dan de strijd om Nijmegen start is begonnen. De augmented tour. Ja, dan sluiten we af met het weer. Hè. Het was vandaag weer een vrij middelmatige dag. Het bleef droog, maar de zon liet zich ook niet heel erg veel zien. Morgen komt er eigenlijk maar weinig verandering in. Het blijft wederom droog en er is veel bewolking aanwezig. Met een beetje geluk prikt die zon daar toch nog eventjes doorheen. En het wordt morgen zo naar 18 graden. De dagen erna loopt het kwik iets verderop. Gisteren melden we nog dat het op zondag nog zo'n 25 graden zou kunnen worden. Maar inmiddels houden de weerdeskundigen alweer een slag om de arm. Het kan ook iets minder warm uitvallen. Maar die 20 graden grens, daar gaan we nog wel even overheen dit weekend. En tot zover het RN7 regionieuws van woensdag 4 oktober. Volg ons ook even op Facebook, X en op Instagram. Dat kan via RN7 online. En houd voor het laatste nieuws onze website in de gaten en onze gratis app. En wij zijn er morgen weer. Graag tot dan.